Ja, ik ben hier in Rotterdam en ga op bezoek bij Tim. Hij is ervaringsdeskundige bij organisatie Midin. En hij volgt de opleiding tot ervaringsdeskundige bij de Sterkplaats. Ik heb natuurlijk weer allerlei vragen aan hem. Hè. Wat doe je nou als ervaringsdeskundige? Wat levert het je nou op? Wat is jouw kracht? En ik ben heel benieuwd. Dus ik ga hem opzoeken. Ga je mee? Ik ben Tim Holyrook, ik ben 40 jaar en ik ben tweedejaars student ervaringsdeskundige. Ik heb verschillende expertises. Het gaat om autisme, psychose, psychoses voor en na, uithuisplaatsing en arbeidsdiscriminatie. Daar heb ik presentaties over gemaakt. Okay. En die geef ik regelmatig op social work of bij psychiatrische verpleegkundigen. Ja. En op dit moment ben ik een spel aan het ontwikkelen wat een escape room bordspel moet gaan worden. Maar dat escape room bordspel moet zodanig ontwikkeld worden dat een zorgprofessional er tijdig bij is bij een cliënt die verward gedrag vertoont. Je moet hier heel erg op tijd bij zijn en niet als begeleider zeggen, nou het gaat wel weer over en dus... Het is heel belangrijk om daar heel erg op tijd bij te zijn. Ja, nou, en mooi dat jij dus uit jouw ervaring daar iets voor kan maken en over kan vertellen. Ja. Heel erg belangrijk om beginnende zorgprofessionals, die soms al stage lopen in de GGZ, en het al een beetje hebben meegemaakt, de juiste boodschap mee te geven. Oké. En daar moet veel kracht en duidelijkheid bij zitten. En het is heel belangrijk om het verhaal duidelijk te vertellen en vooral ook open te staan voor alle vragen. Ja. Dat is iets dat is een talent van jou om dat ook duidelijk te kunnen vertellen. Ja. Ik heb een mooie presentatie gemaakt met allemaal foto's en van kleine opzetjes qua steekwoorden en zo. En daar vertel ik natuurlijk een heleboel over omheen. Ja. Ja, het levert mij zodanig iets op dat ik makkelijker over de beperkingen en de aandoeningen kan spreken. Mm-hmm. En voorheen was het een trauma en was het nauwelijks bespreekbaar. En nu is het eigenlijk een onderdeel van je leven geworden. Ja. Je hebt het gehad en nu is het doel de boodschap zo duidelijk mogelijk over te brengen. Ja. En naast de anderen te gaan staan die eigenlijk ziek worden, ziek zijn of net ziek geweest zijn. Precies. Want ik weet dat ze apetrots zijn op dat wij die opleiding doen. Mm-hmm. En ik werk ook mee als co-onderzoeker in een onderzoek. En nou, dan ben je op zo'n dag bezig en dan denk je dat je niet zoveel hebt ingebracht. Maar dan ben je aan het overleggen en de dag verder doorspreken. En dan zeggen ze, nou, we zijn zo blij met je. Je hebt zoveel waardevolle dingen op tafel gelegd. Ja. En daar word ik ook weer blij van. Dan denk ik van, verdorie, gelukkig maar. Mensen zien me als collega en niet als cliënt. Ja, en natuurlijk, ik ben cliënt van middenin, maar op het kantoor ben ik gewoon een volwaardige collega. Gelijkwaardig zijn aan elkaar, dat is heel belangrijk. Met dingen opzetten, want ik ben natuurlijk niet met dat spel bezig. Ja. Dus dat is echt wel een enorme klus, maar wel leuk om te doen. Wat ik altijd mooi vind, is dat je presentaties geeft. En dan komt er een vraag binnen van, het zijn wel 150 studenten per keer, 600 in totaal. En dan zie ik Tim eigenlijk alleen maar een grotere glimlach krijgen, omdat hij het alleen maar mooi vindt om voor heel veel mensen voor volle zalen te staan. Ja, zeker. En dan heb je ook gewoon een helder verhaal. Regelmatig te horen, echt wauw, fantastisch dat je dat durft te delen, geweldig. En je hebt ons hele dag gemaakt van een indrukwekkende les was dat. Ja. Ja. Dus dat doet mij ook wat. Ja. Daar ben ik heel blij mee, dat het zo duidelijk aankomt. Ja. Ik ben blij dat ik de opleiding mag doen hoor. Ja, dus je gaat met plezier... Met plezier altijd naar school toe. Ja. Nou, heel tof om Tim te spreken over zijn rol als ervaringsdeskundige. Heel belangrijk thema ook waar hij over vertelt. Om zo weer professionals alert te maken, bewust te maken van die signalen van verwardheid. Ik vond het heel leuk. Ja, volgende keer ben ik weer hier in Rotterdam en dan spreek ik Naduni. Dus ik zou zeggen, kijk dan ook weer.